ik heb net een 3D-scan gemaakt van een bezoeker. In deze ruimte, dat is de scanruimte. En op dit moment ben ik de point cloud van de scan aan het bewerken en een beetje aan het opschonen. Om daar vervolgens een mesh model van te maken. Zo, ja, dus het is nu nog een soort van hoop puntjes bij elkaar. Ja, het zorgt ervoor dat het eigenlijk zeg maar een oppervlak krijgt. Het zijn dus 3 Kinect-camera's die je daar hebt? Ja, dat zijn 3 Kinecten. En die heb ik gewoon in de hoek van 120 graden zo opgesteld. En dat, ja, er zitten 2 camera's in die Kinect, een normale camera en een infraroodcamera. Ja. Die infraroodcamera filmt eigenlijk dat grid in. Ja, die ben ik vervolgens aan het bewerken en als die klaar is, dan maak ik hem klaar voor print. En dan wordt die uitgeprint door een 3D-printer. Ja. Ik moet deze nog even nabewerken en dan leg ik het poppetje bij in de maquette. Met deze maquette wil ik een soort van scène creëren van het moment na een catastrofale gebeurtenis. En op deze wijze wordt de bezoeker eigenlijk deelgenoot van de scène.